De regenten hadden de macht in handen in de Nederlandse Republiek. Zij waren afkomstig uit koopmansfamilies en deden er alles aan om zoveel mogelijk geld te verdienen. Dat was niet alleen goed voor de welvaart, maar ook goed voor de strijd van de Nederlanders tegen de Spaanse Habsburgers. En dat komt in deze video voorbij. In de Republiek was namelijk sprake van een zogenaamde oorlogseconomie. Die was gedurende die Nederlandse opstand ontwikkeld. En wat is dan een oorlogseconomie? Ja, dat is een economie die eigenlijk helemaal in dienst staat van die oorlog. Hè. Dus in de samenleving zijn productie en handel vooral bedoeld om die oorlog te kunnen winnen. En dat zag je eigenlijk op twee manieren terugkomen. Ten eerste zag je ervoor dat er heel veel geld verdiend werd in die republiek, in die verschillende sectoren. En dat geld was nodig om de strijd tegen de Spanjaarden te financieren. En verder zag je dat die oorlog ook goed uitkwam voor Nederlandse handelaren om de Spanjaarden flink dwars te zitten, want het gaf hen een legitieme reden om de Spaanse handelspositie te verzwakken. En dat betekende bijvoorbeeld dat ze zelf gingen proberen te handelen in gebieden waar de Spanjaarden heel erg sterk waren, en dat er bijvoorbeeld ook aan kaapvaart werd gedaan tegen de Spaanse handelsschepen. Ja, want de Nederlanders waren natuurlijk wel jaloers op het succes van de Spanjaarden, hè, die dankzij die Europese overzeese expansie en hun grote gebieden, in met name de Amerika's, ja, enorme rijkdommen vergaarden. En daar wilden veel Nederlandse handelaren graag ook een graantje van meepikken. En je zag dat zeker tegen het einde van de 16e eeuw de verschillende expedities vanuit de Republiek naar met name Oost-Azië ondernomen werden om te proberen om zo zelf een handelsroute naar Azië te vinden. En dat lukte, maar het zorgde tegelijkertijd voor grote concurrentie tussen die Nederlandse handelaren. En de Staten-Generaal besloot daarom in te grijpen. Ze konden beter samenwerken in plaats van concurreren. En daarom werd in 1602 de Verenigd Oost-Indische Compagnie, de VOC, opgericht door de Staten-Generaal. En de VOC was vanaf 1602 het enige bedrijf uit de hele Republiek dat nog mocht handel drijven in het gebied dat je hier op dat kaartje groen gemarkeerd ziet. Alles eigenlijk ten oosten van Kaap de Goede Hoop, het zuidelijkste puntje van Afrika. Ja, en die VOC was dus in eerste instantie een, een, een handelscompagnie. En die deed dus het dus monopolie op die Nederlandse handel met Azië. En het ging met name om producten, zoals bijvoorbeeld de specerijen. Zoals uh, peper, nootmuskaat en, en folie en dergelijke. Producten waar je heel veel geld mee kon verdienen. Maar het ging bijvoorbeeld ook om Chinese zijde en porselein. En uh, dat is op zich niet heel gek voor een handelscompagnie, maar wat er echt wel uh, nieuw was aan die VOC, was dat ze ook bepaalde politieke macht kregen. Uh, zo hadden ze bijvoorbeeld het uh, bestuur over hun overzeese handelsposten en koloniën zelf in handen. Dat mandaat kregen ze vanuit de Staten-Generaal. En de VOC mocht dus ook zelf verdragen sluiten met inheemse vorsten. En daarnaast betekende dit alles ook dat ze zelf soldaten in dienst mochten nemen om hun handelsposten en hun schepen ook te beschermen. En zo zie je dat het een bedrijf was dat ook politieke macht had. En wat ook nog uniek was aan die VOC: en dat is weer een mooi voorbeeld van uh, die innovatie van die regenten, waar het in de vorige video ook over ging: om zo'n grote handelscompagnie uh, bij elkaar te krijgen en te kunnen financieren, hè, al die expedities die ze deden, werd er gewerkt met aandelen. Het kapitaal van die VOC kwam voor een groot deel vanuit die aandelen. En uh, ja, dat was een financieringsconstructie die tot dan toe niet veel was toegepast. En nogmaals, dat tekende dus ook weer het innovatieve karakter van die koopliederregenten in de Nederlandse Republiek.